Precies 75 jaar geleden was Zeeland het toneel van een grote en ingrijpende militaire operatie. De Slag om de Schelde. Vandaag de gevolgen van de strijd. Eind november kan Antwerpen eindelijk gebruikt worden voor bevoorradingshaven voor de geallieerde troepen. En daarmee was het grote bevoorradingsprobleem voor de geallieerden in Noordwest-Europa opgelost. Een half jaar later pleegt Hitler zelfmoord en is de oorlog tegen Duitsland ten einde. Maar Zeeland en West-Brabant hebben een zware prijs betaald voor de Slag om de Schelde. Het aantal slachtoffers bedraagt waarschijnlijk bijna 10.000, waarvan de helft burgers. Walcheren is helemaal geïnundeerd. En overal in West-Zeels Vlaanderen zijn dorpen en steden verwoest. Nog altijd kun je daarom overal in Zeeland de sporen van de Slag om de Schelde vinden. Ja, en hier kwam op 13 maart 1945 koningin Wilhelmina aan, na 5 jaar ballingschap in Engeland, voor eerste voet op Nederlandse bodem te zetten. Er was geen grens, dus met meel is de grensstreep getrokken en dan heeft ze om 1:30 eerste voet op Nederlandse bodem gezet. Waarom Ede, het oorlogsgeweld in Ede en West-Zeeuws-Vlaanderen, was hier te aanschouwen en dat was voor haar de reden om hier in Zeeuws-Vlaanderen binnen te komen. West-Zeeuws-Vlaanderen staat in 1945 voor een grote opgave. De streek is onherstelbaar verwoest en moet weer van de grond af worden opgebouwd. Wilhelmina doorkruist die dag onder meer de getroffen plaatsen Aardenburg, IJzendijken en Oostburg. Het is heel logisch dat Wilhelmina ook naar Oostburg kwam als een van de plaatsen die ze bezocht in Zeeuws-Vlaanderen. Omdat hier alles kapot was, het moest vanaf de grond af worden opgebouwd. En dat gingen ze doen met behulp van belangrijke publieke voorzieningen, zoals het gemeentehuis hierachter, de winkelstraat die aan de andere kant loopt, een aantal kerken natuurlijk, sportvoorzieningen. En dat gebeurde allemaal in een beetje moderne, traditionele stijl. Net als voor veel andere steden in de streek wordt voor Oostburg een wederopbouwplan gemaakt. Men kiest hier niet voor een reconstructie, maar voor een geheel nieuwe stad met een nieuwe plattegrond. En Oostburg krijgt een aantal voorbeelden van aansprekende wederopbouwarchitectuur. Zoals de bekende watertoren, het raadshuis en het Ledeltheater. Niet iedereen vindt die wederopbouwarchitectuur van Oostburg mooi. En dat is ook lastig, omdat er met veel goedkope materialen is gewerkt en het moest snel worden opgebouwd. Dat was natuurlijk in iedereens belang. Maar daardoor is de architectonische kwaliteit niet zo hoog. Het is ook een heel goed voorbeeld van wederopbouw. Maar het totaal ensemblebeeld wat je krijgt van zo'n stadje, wederopgebouwd bij de bevrijding, is als monument natuurlijk in zijn geheel wel interessant om te bewaren. Hoewel overal hard gewerkt en flink gebouwd wordt, zijn duizenden Zeeuwen in die eerste jaren na de oorlog nog dakloos. Voor hen worden noodwoningen neergezet. En een aantal Zeeuwen woont in die periode in een bunker. Ondertussen duurt het herstel jaren. Op Walcheren, dat eind 1944 door de geallieerden onder water is gezet, worden de dijkgaten gedicht. Daarna wordt het eiland letterlijk opgeruimd en schoongemaakt. Toch wordt het niet meer zoals het ooit was. Kijk, dit geeft een aardig beeld, denk ik, van het Walcheren van voor 1944. Het kleinschalig cultuurlandschap. Kleine veldjes, kleine akkertjes, kleine perceeltjes. Omzoomd met meidoornhagen, sleedoorn, honsroos. Een walhalle voor dieren en planten. Het werd ook niet voor niks de tuin van Zeeland genoemd. De inundatie van Walcheren. Strategisch noodzakelijk, vond de geallieerde legerleiding. Maar rampzalig voor de landbouwgronden en het unieke landschap van het eiland. Meer dan een jaar lang stond het eiland Walcheren voor een groot gedeelte onder water. Pas in januari 1946 werd het laatste stroomgat gedicht. Dat betekent dat je voortdurend een eb- en vloedbeweging had. Die het oude cultuurlandschap uitwiste, voor een enorme verzilting zorgde. Tot aan de hoger gelegen gebieden, waarvan de manteling van Walcheren, die je hier ziet, een goed voorbeeld is. Dat ligt in de duinen, dat lag hoog genoeg.
daar zijn alle oude bomen nog over. Kijk je naar de andere kant van de weg, die de grens vormt tussen het water en het land, dan zie je een heel open landschap wat ontstaan is na de inundatie, onder andere door de ruilverkaveling en de herinrichting van Walcheren. Want de wederopbouw hier betekent vooral een complete herinrichting van het eiland, waarbij herverkaveling, het opnieuw verdelen van het land, een grote rol speelt. Het nieuwe Walcheren, zo werd het plan genoemd, dat Walcheren moest herinrichten. Een plan bedoeld voor de landbouw, een plan bedoeld voor de infrastructuur, eventueel de industrie, ook het toerisme, maar ook de natuur speelt daarin een rol. Hier staan duizenden bomen en die zijn in de jaren na de inundatie rond die Veerse Kreek waar we hier zijn aangeplant. Op 4 november 1947 vindt er op Walcheren een boomplantdag plaats. Als het officiële start zijn voor de herbeplanting van het eiland. 7 jaar later, in 1954, bezoekt koningin Juliana het eiland. In het kader van een feest ter ere van de voltooiing van het nieuwe Walcheren. Om een goed beeld te krijgen, bezoekt ze een miniatuur Walcheren. Bedoeld als tijdelijke manifestatie, maar wegens ongekende populariteit wordt het een permanente attractie in Middelburg. Walcheren, maar ook de rest van het getroffen Zeeland, herrijst. Wat overblijft zijn de verschillende sporen in het landschap. De kreken die ontstonden bij de stroomgaten in de dijken. De kogelgaten in een muur in het centrum van Middelburg. En de talloze bunkers. Onze provincie telt ook diverse musea en talloze monumenten die herinneren aan deze zware strijd die eind 1944 is gevoerd. Maar desondanks is de Slag om de Schelde buiten onze provincie vrijwel vergeten. En maakt het geen onderdeel uit van ons collectief geheugen. Dit jaar vieren we 75 jaar bevrijding. Nationaal en internationaal is er ineens veel aandacht voor onze vergeten slag. Maar blijft dat na dit jaar ook zo? Thank you.